Het KNHS-centrum in Ermelo is bekend terrein voor de springruiters van het Rabo-talentenplan. Hier werden ze afgelopen najaar geselecteerd voor een cyclus van 10 trainingen. Bij deze terugkomdag mogen ze nu aan de bondscoaches Rob Erens en Sven Harmsen laten zien wat ze daarvan hebben opgestoken. In het verleden werd toen eigenlijk niks meer verder daarmee gedaan. Totdat Sven en ik eigenlijk gezegd hebben van oké, we willen graag die mensen nog een keer na die 10 trainingen nog een keer terugzien. Om te kijken van hebben ze wat met die trainingen gedaan. En als je op een gegeven moment nu vandaag weer mensen terug ziet komen die dezelfde fouten maken als op de selectiedag. Maar ook gedurende de 10 trainingen. En die hier nu ook weer daar specifiek op gewezen moeten worden. Ja, dan moet je toch een klein beetje het vraagteken gaan zetten bij is degene goed genoeg om mee door te gaan. Spannend, zou je zeggen, van in totaal 18 jonge ruiters, onder wie de 14-jarige Kim Hogenraad uit Hoofddorp. Of valt het wel mee met die spanning? Nou, het valt eigenlijk wel mee. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen en ik zie wel. En Rob heeft eigenlijk alleen maar goede kritieken, die helpt jullie alleen maar beter worden. Ja, daarom. Dus ik kan er alleen maar van leren. Ja, precies, ja. Weer die moeilijke afstand. Terug je pony opvangen. En weer verder galopperen. Dat is heel belangrijk. Je moet ervoor zorgen dat je rust krijgt. En dat je ook boven de hindernis rustiger bent. Geduld. Geduld. Heel mooi. Keurig. Nu mag je verder. Vond je het zelf gaan vandaag? Ja, eigenlijk wel goed gaan. En met het commentaar wat ging die eigenlijk gelijk al beter springen en zo. Dus ik vond het wel goed gaan. Rustig. Oké. Je kan zeg maar ook iemand naar huis sturen en dan thuis oefenen. Maar nu kan hij gelijk precies uitleggen wat hij bedoelt. Dus dat vond ik heel fijn. Ik moet eerlijk zeggen dat er wel, ook zeker bij de zeer jeugdigen, dus de ponyruiters, toch wel combinaties bij zijn waar wij wat aan kunnen hebben. Mits we deze weg blijven voortzetten om echt secuur data aan te blijven werken. Dat we ze kunnen blijven verbeteren. Als ze later bij mij komen. Dan kan ik alleen maar medailles winnen met ruiters die het spel kunnen afmaken.